Mis jij bepaalde functionaliteiten van Score versie 2, de volledige versie van Score, in jouw Miniscore 400 of Miniscore 1000, dan kan je misschien zelf deze functionaliteiten toevoegen. Bijvoorbeeld. In Score versie 2 heb je heel wat grammaticale opties. Zijn, bent, is, zijn. Bij het aanklikken van een woord drinken verschijnt er ook grammaticale data in de dynamische rij. Drink, dronk, zal drinken, gedronken. Goed, beter, best. Deze acties zitten niet geïntegreerd in de Miniscore 400. Doen. Wil je deze functionaliteit toevoegen, dan kan dit. Loopt de demoperiode van jouw score, dan kan je score versie 2 openen en gebruiken. Hebben. Dan heb je toegang tot alle functionaliteiten van score en kan je dus gaan kijken hoe we dit realiseerden in score versie 2. Ik ga naar de achterliggende pagina waar de grammaticale acties geprogrammeerd werden. Ik kan bijvoorbeeld dubbelklikken om naar deze achterliggende pagina te gaan. Hier zie ik vakjes met grammaticale acties, namelijk om na het aanklikken van een doelwoord dit doelwoord als voltooid deelwoord te plaatsen en vervolgens voor te lezen. Je kan dus één of meerdere vakjes uit score versie 2 kopiëren en hergebruiken in de Miniscore 400 bijvoorbeeld. Ik klik op het eerste vak dat ik wil kopiëren, druk mijn Shift-toets in en klik vervolgens op het laatste vak dat ik mee wil nemen en kopiëren. Alle tussenliggende vakjes worden dankzij deze sneltoets ook geselecteerd. Via Ctrl-C van Copy kan ik de vakjes kopiëren. In het rechter bewerken paneel vind je ook knip- en plakopties. Ook daar vind je een kopiëren knop. Heb je dus geen toetsenbord of muis bij de hand en werk je via touchscreen, dan kan je ook nog zo vlot kopiëren en plakken. De vakjes zijn dus gekopieerd. En ik neem ze mee naar de Miniscore 400. Waar moeten de vakjes nu komen? Dat kan je volledig zelf beslissen. Als ik op een werkwoord doen. Klik, wil ik die vakjes bijvoorbeeld zien verschijnen in deze rij bovenaan. Dat betekent dat ik dingen moet aanpassen in de Miniscore 400. Ik moet een pagina aanmaken die hier in deze lange dynamische rij getoond kan worden. Ik maak dus een nieuwe pagina aan. Een pagina die 10 kolommen moet tellen, zodat deze hier past, en één rij hoog is. Op paginaniveau maak ik dus een nieuwe pagina aan. Dit kan op verschillende manieren. Ik start vanaf nul. Ik maak een kopie van een reeds bestaande pagina. Of via het pagina-instellingenvenster kan ik ook een nieuwe pagina creëren. Ik start vanaf een kant-en-klare pagina, bijvoorbeeld de menubalk. Op die manier heb ik alvast het correcte aantal rijen en kolommen. Ik kopieer de huidige pagina, geef het een duidelijke naam. En kies een locatie. Deze locatie is belangrijk voor mij als begeleider, maar niet voor de gebruiker. De gebruiker zal immers niet bewust moeten navigeren naar deze pagina. Het lijkt alsof we op dezelfde pagina gebleven zijn, maar in de titel van de pagina zien we dat we effectief een nieuwe pagina hebben aangemaakt met dezelfde layout als de voorgaande pagina. Ik wis de inhoud door alle vakjes selecteren via Ctrl-A van Ctrl-Al of klik-Shift-klik om alle vakjes te selecteren en vervolgens te wissen. Als ik eenmaal een delete uitvoer of op het gommetje klik, wordt de inhoud gewist. Zou ik nog een keertje klikken, dan zou ik ook de stijl wissen, maar die behoud ik graag.
Dus ik ga een stap terug. Ctrl-Z of het beeldje terug. Ik had dus grammaticale acties uit de volledige score gekopieerd. Ik ga deze hier nu gaan plakken via Ctrl-V van Velcro of via de plakopties in het rechterbewerkpaneel. Ik heb dus mijn grammaticale acties om bijvoorbeeld werkwoorden aan te passen. Als de persoon op een werkwoord klikt, wil ik dat die pagina hier getoond wordt. Dat betekent dat alle werkwoorden in mijn miniscore automatisch de pagina moeten weergeven in de dynamische rij. Ik moet dus verder gaan aanpassen. Ja, menu, bewerken. Als de persoon klikt op een werkwoord, moet de pagina worden weergegeven. Dat betekent dat alle werkwoorden in score een extra actie moeten krijgen. Ik kan verschillende vakjes tegelijk verrijken met deze grammaticale actie. Ik selecteer alle vakjes via de Shift-toets en via Ctrl kan ik verder vakjes gaan selecteren. Dus alle kernwerkwoorden op pagina 1 zijn nu geselecteerd en wil ik verrijken met een extra actie. Ik wil niet alleen het werkwoord horen, maar ik wil nu ook dat de pagina wordt weergegeven met grammaticale acties. Ik wil dus een dynamische actie. Ik wil een bepaalde pagina weergeven. Welke pagina? De pagina met grammatica van het werkwoord. Waar moet deze getoond worden? In de categorieënrij, de tweede rij van bovenaan in Miniscore 400. Niet in het dynamisch blok in het midden, waar mijn randwoordenschat verschijnt. Ik probeer het uit. Vergeet niet tussendoor op te slaan via Ctrl-S of het opslaan-icoon, of op te slaan alvorens je stopt met bewerken. Als ik nu klik op een werkwoord, hebben, verschijnt de pagina met grammaticale acties hier in mijn dynamische rij van categorieën. Had. En zie ik de vervoeging en of verbuiging van het werkwoord gebeuren. In de volledige score, doen, hebben we altijd onze categorieën zichtbaar, ongeacht de grammaticale acties die in de daaronderliggende rij getoond worden. In de Miniscore 400 worden categorieën, mogen, en grammaticale acties in dezelfde rij getoond, om ruimte te besparen en dus grotere vakjes te hebben voor de persoon. Als een grammaticale actie aangeklikt is, zal mogen, willen we dus eigenlijk deze acties niet langer zien en willen we onze categorieën terugzien. Ik moet dus nog een extra actie toevoegen aan deze grammaticale vakjes. Ik wil een aanpassing maken, dus ga naar bewerken via F2, via menu bewerken of via een rechtermuisklik, indien dit zo ingesteld staat in mijn MindExpress. En achter deze grammaticale werkwoordacties voeg ik een extra dynamische actie toe. Namelijk om een welbepaalde pagina weer te geven, de pagina met categorieën in deze categorieënrij, zodat ik na het aanklikken van een werkwoord, willen, na het vervoegen van dit werkwoord, wil, terug de categorieën zie. Wat als de persoon een werkwoord aanklikt? Eten. Geen gebruik wil maken van deze grammaticale acties en wel terug wil gaan naar de categorieën. Dan kunnen we in de Miniscore 400 een extra knop gaan toevoegen. Een knop die het mogelijk maakt om de categorieën terug te zien als de persoon niet eerst een grammaticale actie aanklikt. Bij de instellingen vind je een voorbeeld van zo'n terugknop. Het is een figuur die undo heet
en die ik dus misschien ook wil gebruiken hebben om weg te gaan uit deze grammaticale pagina. En op die manier weer de categorieën weer te geven in de reeks categorieën. Ik wil eten. Als ik geen grammaticale actie wil, kan ik op deze manier terug naar mijn categorieën gaan. Banaan. Om mijn categorieën te gebruiken. Merk je op dat een bepaald woord niet correct reageert op de grammaticale acties? Bijvoorbeeld hier. Willen. Willen. Jij. Willen. Dus het werkwoord gaat niet congrueren. Dan kan het zijn dat MindExpress onvoldoende weet over dit woord. Via bewerken kan je in het woord dat niet correct reageert de tekstactie gaan controleren. Belangrijk is dat de actie van dit woord de correcte woordsoort meegekregen heeft. Als MindExpress dit niet automatisch correct voor jou instelde, kan je dit altijd aanpassen en eventueel de data aanvullen of corrigeren. Als de data in de tekstactie oké is, zal hopelijk de grammatica correct volgen. Ik wil, zal willen.